Ja, Jon Daal, hoe is het om hier te zijn met al je oude ploegmaten van 99? Ja, dus het is niet zo'n bijzondere dag geweest. We hebben ze met een aantal oude spelers en directies en ook nog trainers gegeten. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk geweest. En nu moet het natuurlijk allemaal blijken. Ik heb nog niks gezien, dus het wordt spannend. Komen er dan allemaal weer verhalen naar boven, oude herinneringen? Waar praten jullie dan over? Ja, over oude tijden en dezelfde verhalen. En iedereen heeft toch wel meer of minder dezelfde rol. Dus het is gewoon heel leuk geweest. Goedenavond. Dat is hem, hè? Dat is hem. Dat is hem. Hoe zie ik het? Ja. Jezus. Ja. Nou, is het? We hebben het toch goed gedaan met elkaar. Ja, toch. Hey, ik ga dit jaar gewoon weer. Komt helemaal goed. Oké. Ja, best bijzonder moet ik zeggen. Het is grappig om elkaar na zoveel jaar weer te zien. En voordat je hierheen gaat, dan denk je wel ja, hè, moet je dat wel doen. En, maar uiteindelijk als je elkaar dan ziet en ook weer in de verhalen komt. En beseft eigenlijk wat je zeg maar, hebt gepresteerd met z'n allen. En hoeveel mensen je daar blij mee hebt gemaakt. Ja, dat is wel weer heel leuk om dat met elkaar te delen. Wat voor verhalen zijn dat? Ja, gewoon de verhalen van vroeger. En je komt ook heel veel mensen tegen die... misschien 20 jaar niet meer gezien heb of 18 jaar niet meer gezien heb. Ja, dat is wel bijzonder, omdat je in die tijd heel veel met elkaar omging. Veel met elkaar te maken had. Ja, en dan komen de zaken zoals je die vroeger met elkaar beleefd hebt in de kleedkamer of om de club heen. Die komen dan weer te sprake. Ja, dat was wel leuk. Zeker aangezien toen de laatste keer het Feyenoord kampioen worden is het wel een... zeker op zo'n locatie, wat we tevoren met elkaar hapje gegeten hebben, wat bijgeklessen hebben. Ja, dat zijn gewoon mooie herinneringen. Waar heb je het dan over met elkaar? Puur over 99 ook? Of? Ja, maar ook over het dagelijks leven, wat de meesten nu allemaal op dit moment doen. En ja, dan komen van tevoren toch weer een paar anekdotes van vroeger natuurlijk naar boven. Maar ook op de dag van vandaag natuurlijk. De meeste jongens zijn trainer bij de club of vandaag is in de voetballerij, dus daar praat je ook over. Hoe is dat gevoel dan? Zit je ineens weer met elkaar in de spelersbus? Ja, dat is wel apart. Natuurlijk, toen we het op een gegeven moment te horen kregen dat we dus vanuit het hotel hier naartoe gebracht werden, de spelersbus. Ja, dat geeft toch weer een beetje dat gevoel van de tijden terug dat je zelf nog speler was natuurlijk. Ja, dat voelt goed om al die jongens weer te zien. En, met sommigen heb je af en toe nog contact omdat je elkaar tegenkomt met wedstrijden. Maar ja, dit zijn dingen die we met elkaar mee hebben gemaakt die je nooit vergeet. Dus, oude verhalen komen weer naar boven natuurlijk. Wat voor verhalen zijn dat? Leuke verhalen. Verhalen waar we moesten huilen, verhalen waar we moesten lachen. Dus, maar over het algemeen de goede verhalen, de goede dingen wel. Ja, het is altijd leuk om een reunie te hebben van oude bekenden. En zeker natuurlijk van zo'n geweldig jaar. Wat komt er dan allemaal weer naar boven voor jou? Ja, weet je... Je hebt elk jaar heb je wel dingetjes dat je dit tegenkomt of met je zoons waar je erover praat. Hè. Nu is het kampioenschap dit jaar ook een beetje een aantocht. Nou, dan komt het wel vaker voorbij. Maar natuurlijk zijn er ook unieke beelden hier zo. En ja, dat is altijd wel extra mooi. Ja. Wat gaat er dan door je hoofd? Denk je dan, waarom is het zo lang geleden? Ja, dan gaat het dan door mijn hoofd. Ja, waarom is het zo lang geleden? Maar ja, dat dachten wij toen ook. Dat was mijn eerste jaar bij Feyenoord. Ik heb daarna nog 8 jaar bij Feyenoord gevoetbald. En 2-3 jaar nog op het kampioenschap gespeeld, maar meer ook niet. Ja, dat is wel, dat had je op dat moment niet verwacht. Dames en heren, ik wil u vragen om zowel voor de grote kampioenen van 1999, voor Feyenoord, voor Jurie van Erik en Leon Beenhakker nog één keer een dagelijks applaus.